Mijn naam is Hans Kokke, 40 jaar oud. Ik woon in de wijk Fatima en ik ben lijsttrekker voor de SP Tilburg. In de huidige begroting zien we dat er heel veel geïnvesteerd wordt in gebouwen. Bijvoorbeeld 013, een nieuwe school. En dat vinden we allemaal prima, maar wat we niet zien is dat er geïnvesteerd wordt in mensen. Bijvoorbeeld mensen weer aan het werk krijgen, mensen in schuldhulpverlening, mensen in de armoede. En daar is te weinig geld voor en dat vinden we heel erg jammer om te zien. U bent nu te gast in de thuishaven van de SP. Zoals u ziet, volop in voorbereiding van de verkiezingen, de campagne. Maar de SP is niet alleen een politieke partij, maar ook een actiepartij. En wij proberen dat te mengen door onze raadsfractie te ondersteunen als daar door burgers een beroep op wordt gedaan om actie te voeren. Bij wijkbezoeken, we doen het net als afgelopen jaar bij de Jan Wierhof, bij de Kopenhagenlaan, het Sabaplein. We zien dat de drie grote transities, WMO, AWBZ en de jeugdzorg, naar de gemeente komen. En het college hier in Tilburg heeft gezegd, al het geld dat uit Van Haag komt, daar gaan we het mee doen en meer gaan we niet beschikbaar stellen. En wij vrezen ervoor dat zeker in de WMO en de jeugdzorg geld weinig is. En daarom stellen wij voor als SP om in ieder geval een fonds geld ter beschikking te stellen om die drie transities in ieder geval de kans te geven en ook met voldoende middelen om in ieder geval de mensen de zorg te geven die ze verdienen. Daar zouden raadsleden zich in moeten verdiepen. En niet in hele grote projecten die wethouders zo graag doordrukken. In Tilburg hebben we ook enkele, kijk even een stapje gehoord. Irene Wiesbaan kost kapitaal in mijn geld elk jaar. Jan Hamming zou hem, moest hem hebben. Het was zijn cadeautje aan Tilburg. Misschien moeten straks de mensen de rolstoel betalen om daar te kunnen komen. Wij zien dat voor heel veel mensen de huurlasten en de energiekosten gaan stijgen. En daarom stellen wij voor om vooral in sociale huurwoningen en sociale koopwoningen het beter te isoleren, zodat mensen een lagere energie krijgen, lagere woonlasten krijgen, zodat ze in ieder geval meer geld overhouden om bijvoorbeeld andere dingen te gaan doen. Want wij zien echt waar dat bijna de helft van het inkomen naar de huur of naar de energielasten gaan. En dat vinden we echt te veel. Wij zijn 100% sociaal. Hebt u problemen, u kunt altijd bellen, u kunt altijd een beroep doen op de SP.